Ja, ik kan niet slapen, verveel me. Ah, oké. Okay. Kun je mij een verhaal vertellen? Een verhaal? Ja. En hoe wat is het? Kun je mij een verhaal vertellen hoe dat België is ontstaan? België? Dat is wel een heel lang verhaal om te vertellen. Is dat echt nog geen woord? Nee, echt niet. Oké. Okay. Dus, heel lang geleden, nog voor de tijd van KMVM, een grote leerkracht die ons op school vroeger, was er wel eerst een koning, Willem I. Zoals je weet heeft een koning een volk, maar niet iedereen kan voor die koning zijn. De koning had een paar tegenstanders, en die tegenstanders zijn ook gekomen door verschillende geloof. Geloof, dat weet je wat dat is? Godsdienst, wat heb je beloofd en zo. Dus de katholieken aan het zuiden, die geloofden in dezelfde God als ons, en die hadden hetzelfde geloof als ons. En omdat die schrik hadden, kwamen die meer en meer op opstand. En is zo eigenlijk heel veel onheil gekomen in het rijk van Willem I, of het gebied van Willem I. En is er zo heel veel bullshit gekomen. Na opstand van België van? Ja, en na gevolg van heel veel opstanden en wetten die ondertekend zijn, omdat er een verschil was in mening over belastingen en zo, is er meer en meer eenheid gekomen en is ook weer bestaan. Mooi voor je bed op school. Laat de gasten maar komen. Gelukkig weer, hè. Bedankt. Neem plaats. Dankjewel. Gaat u zitten? Zullen we wat drinken? Abjar! Vrienden, bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid. Doet me goed. We danken Jezus voor deze maaltijd. In naam van de Vader en Gehoord, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Proost. Take my horse to the old town road. I'm gonna
kan meer op Schelde betalen. Schelde, tol. We hebben een vrije economie. En als we 3 appelen kopen, willen we 2 bananen gratis. Nee, laten we het oplossen, ja? Kom mee naar Londen, dan houdt het congres van Londen om te zien wie België krijgt. Oké? Okay. België is van mij! Vels pour moi! België is van mij! Vels pour moi! België is voor mij! Nee, Vels pour moi! Tot te horen gaan we niet echt tot een goede oplossing komen, hè? Tot wie dat België nu behoort.
vraag, hè? Hoe moet hem, Koekwous? Ben je Leopold? Ja, een kik! Doe het dan, schuim!